Voetbalvereniging Zwaluw VFC is een van de gebruikers van Sportpark Bergenshuizen. Al jaren had de club de vurige wens het complex te vernieuwen. De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne zorgden voor een flinke vertraging. Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover. Toen werd het clubhuis geopend door wethouder Yvonne Vos en voorzitter Jacco de Koning. Onze oude opstallen waren 33 jaar oud. Nauwelijks tot niet geïsoleerd. Alle deuren naar buiten toe open. Dus we verloren heel veel warmte, gas en noem het maar op. Het was gewoon op. Het was echt helemaal op. Op de eerste etage zijn onder andere de kantine en de bestuurskamer te vinden. De kleedkamers zijn onder het gebouw. 19 kleedkamers, daar zit de technische ruimte, daar zit de ruimte voor facilitair. Alles bijeen, op- en ingangen naar de velden. De standaard kleedkamers zijn gebouwd volgens de richtlijnen van de KNVB. Bij een aantal kleedkamers is er een extra ruimte gerealiseerd. Speciale selectiekamers, waar er natuurlijk ook andere teams in mogen. En die zien er als volgt uit. Dus die zijn iets groter. En dan hebben we daar de doucheruimte achter. En daar links hebben we een massageruimte speciaal. Zowel voor de uit- als thuisspelende ploeg. Nee, dat is niet overal zo. Maar wij vinden gewoon dat iedereen wat dat betreft gelijk moet zijn. En dat iedereen daar ook gewoon, als we het kunnen, er ook gebruik van kan maken. Daarmee heeft de club het aantal kleedkamers weten uit te breiden. Geen overbodige luxe, want 5 jaar geleden had de club nog geen 1000 leden, maar... Op dit moment tikken we de 1500 leden aan. Dus de groei zit er flink in. Een maand geleden hebben we akkoord gekregen van de gemeente voor de aanleg van een derde kunstgrasveld. Was heel erg hard nodig in verband met die groei qua leden. Recent hebben we de verlichting op veld 6 aan laten leggen. Dus dat gaf al meer capaciteit om te trainen. Maar dadelijk met het nieuwe kunstgrasveld is het helemaal tip-top. En in het verlengde daarvan wordt er nog een extra veld verlicht. Dus we hebben echt meer capaciteit eigenlijk. De opening afgelopen vrijdag was voor iedereen die bij de bouw betrokken was. Voor leden volgt de opening in juni. Die wordt gecombineerd met een jubileumfeest. De voetbalclub bestond 3 jaar geleden 90 jaar, maar kon dat door de pandemie niet vieren. Toen hebben we daar niets aan kunnen doen. Toen hebben we ook gelijk tegen de leden gezegd, du moment dat het kan, pakken we daar zeker op en laten we het niet voorbij gaan. Ja, nu valt alles mooi samen en kunnen we het gecombineerd vieren. Leden moeten dus nog even geduld hebben voor zij het glas kunnen heffen in de nieuwe kantine.